Nou, we leggen vandaag een realistische agenda neer vanuit Ondernemend Nederland. Ik ben 2 jaar Nederland in geweest en ik heb van heel veel ondernemers ideeën gekregen hoe Nederland sterker en beter kan worden. En dat doen we vandaag in de vorm van de schaduwbegroting. Nou, de boodschap is weg met de regeldruk. Hè. Dat is echt bizarre regeldruk in Nederland. Daar kunnen we gewoon niet langer mee verder. Dus wegnemen van regels. Echt, we willen onze onderneming weer terug als ondernemers. Hè. Dus weg met al die bemoeienis. En vooral ook de werkgeverslasten moeten naar beneden. Het is heel onaantrekkelijk geworden om mensen in dienst te nemen. Dat is niet goed voor Nederland. Niet goed voor de veerkracht van de Nederlandse economie. Wij moeten juist denken, kom op, nu moeten we lef hebben. Nu gaan we de wereld in. Nu gaan we laten zien dat we er staan. En we gaan op een andere manier ondernemen. Nee, wat me bevalt is dat dit schaduwkabinet van ondernemers blijkbaar ook vindt dat we de overheidsbegroting op orde moeten houden. En dat we de staatsschuld moeten terugbrengen. Dat is belangrijk, want daar zijn we het dan over eens. Het tweede, en dan raak ik ook aan een persoonlijke hobby, mag ik wel zeggen. Het tweede is dat die ondernemers ook vinden dat de WIG kleiner mag. De WIG, hè, dat is het verschil tussen het wat bruto betaald wordt door de werkgever en wat netto in handen komt van de werknemer. En die WIG, het stukje wat weglekt tussen die twee, dat is een grote belemmering natuurlijk voor werkgelegenheid. En die WIG, die gaan de ondernemers te lijf. En dat bevalt mij. Want dan wordt het voor werknemers aantrekkelijker om aan het werk te gaan. We gaan de armoedeval te lijf. En het wordt voor werkgevers goedkoper om mensen in dienst te nemen. En daar komt groei van. En daar komt werkgelegenheid van. Of we er iets mee gaan doen, wordt natuurlijk komende dinsdag beantwoord. En omdat daar nog niks is van uitgelekt, wil ik daar ook niks over zeggen. Maar mocht er geld komen voor lastenverlichting, dan is het een publiek geheim dat we dat ontzettend graag willen investeren in een kleinere WIG.